ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد، في دول زنزوسوس فلاك كوميك مدنجيري kom ik naar jullie toe met een medicatie. Een medicatie uit de apotheek van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Deze medicatie is voor jong en oud. Deze medicatie is voor rijk en arm. Deze medicatie is voor man en vrouw. En deze medicatie is voor ziek en gezond. Deze medicatie is ten alle tijde in te nemen. En het is ook de enige medicatie die geen bijwerkingen heeft. Geen negatieve bijwerkingen, laat ik specifieker zijn. Dit is een medicatie die heeft geen voorgeschreven dosis. Dit is de enige medicatie waarin je geen overdosis van kunt krijgen. Deze medicatie is de enige medicatie waarbij je een garantie krijgt op genezing. Waarbij je een garantie krijgt op pijnvermindering. De enige medicatie die gesigneerd is door Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Voorgeschreven en zelfs zelf ingenomen om voor te doen. Inderdaad, dat het medicatie werkt. Deze medicatie heet namelijk dhikrullah, het gedenken van Allah. En het gedenken van Allah gaat volgens de geleerden natuurlijk op verschillende manieren. Onder andere via de tong, of op twee manieren, via de tong en via het hart. Via de tong en via het hart. En je hebt natuurlijk een derde vorm, en dat is dat het via beide gaat. Dus verschillende aanbiddingen of aanbiddingsvormen die je ziet, die allemaal eigenlijk voorgeschreven zijn om Allah Azza wa Jalla daarmee te gedenken. Dus jouw salah, jouw siyam, jouw zakah, jouw hajj, alle vormen van aanbidding zijn voorgeschreven aan jou en mij om Allah te gedenken. Dus de kern daarvan is eigenlijk het gedenken van Allah Azza wa Jalla. Het is heel kostbaar. Het is heel licht. Het is eigenlijk kost het geen energie en zelfs gratis. Het is een aanbiddingsvorm die eigenlijk geen tijd nodig heeft. Het kan ten alle tijde. Je hoeft er niet per se eigenlijk een bepaalde richting van de qibla. Je hoeft zelfs niet eens een bepaalde houding aan te nemen of iets dergelijks. Het is sterker nog, op alle plekken en voertuigen en noem maar op, kun jij deze aanbidding eigenlijk verrichten. En het is niet zomaar, want op een gegeven moment, als iemand op de Mohammed sallallahu alaihi wasallam afloopt en eigenlijk zegt, oh boodschappen van Allah, ik lees zoveel eigenlijk over de islam. Ik lees zoveel over de islam en ik zie dat ik dit moet doen en ik hoor dat ik dat moet doen en ik hoor dat dit goed is en dat dat goed is en dat zus zo. En het wordt mij een beetje allemaal te veel. Het wordt mij te veel. Vertel mij nu één ding eigenlijk waar ik me aan vast kan klampen. Wat mij succes zal geven, wat mij dus ook een vrome man maakt, wat mij dus ook iemand maakt die dus Allah Azza wa Jalla fatsoenlijk aanbidt. Want al die dingen, ik weet niet meer waar ik moet beginnen. En dan zegt Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dus als deze persoon op hem afloopt en zegt inna sha'a'ir al-islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi shay'in atashabbatu bi. En dan is het antwoord van Mohammed sallallahu alaihi wasallam la yazalu lisanuka ratqan bi dhikrillah. Wil je één ding? Oké, één ding hier moet je aan vasthouden. Wat is het? Laat je tong vochtig zijn met dhikr Allah, met het gedenken van Allah. Laat geen moment eigenlijk voorbij gaan, op verschillende momenten van de dag, op verschillende posities, op verschillende bijeenkomsten, op verschillende gelegenheden. Laat je tong constant eigenlijk bezig zijn met het gedenken van Allah. Hoe? Daar heb je talloze manieren voor. Daar heb je talloze manieren voor. Het is een aanbiddingsvorm die heel licht is op de tong. En die heel zwaar weegt op de mizan, op de weegschaal van de hasanat bij Allah Azza wa Jal. En heel geliefd is bij Allah. Zo geliefd dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam in zijn Isra al-Mi'raj reis, de hemelreis die hij maakte, inderdaad de hemelen komt, voorbij komt zoals jullie weten. En dan bij Ibrahim alayhi salam aankomt. En dan Ibrahim alayhi salam jou de salam doet. Jou, ja, ja.
Want Ibrahim alayhi salam zegt tegen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zegt tegen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, doe mijn umma, doe jouw umma de salam van mij. Aqri ummataka minni salam. Dat zegt Ibrahim, een profeet die jou de salam doet, die jou de groeten doet. En hij zegt ook, vertel ze over het paradijs en hoe mooi het is. Maar sterker nog, vertel ze dat het een vruchtbare grond is. Dat het paleis, jouw paleis in het paradijs, die op jou wacht, dat je een enorm paleis hebt. Maar dat je dus eigenlijk het groen eromheen, de palmbomen, de planten, alles eromheen, wat iedereen wenst. Wat iedereen wil, wat jouw plek nog mooier maakt in het paradijs. Dat zijn namelijk jouw dikker. Met jouw dikker plant jij eigenlijk de groenvoorziening in jouw omgeving. En je weet zelf, vandaag de dag, als je een villa hebt, als je een paleis hebt, hoe mooi het ook is, of wat dan ook, kijk maar naar ze. De mooiste zijn altijd omringd met enorm veel groen en palmbomen en plantensoorten en bloemen en noem maar op. Want dat maakt het eigenlijk nog mooier. Al was de villa nog zo mooi, maar als je gewoon ergens op een betonnen je leegte staat, dan trekt het niet. Hoe prachtig die ook er van binnen uitziet. Dan, subhanallah, waar je die ook ziet, een paleis, gewoon op een betonnen vlakte, leuk van binnen, maar je kan er niet eigenlijk eindeloos naar kijken. Terwijl jij, en als je er binnenin zit, kun je niet eigenlijk genieten van de omgeving. En dan zegt Ibrahim, wil jij straks dat paleis van jou, die woning van jou in het paradijs, eigenlijk voorzien van inderdaad zoveel mogelijk groen, zoveel mogelijk mooie omgeving, palmbomen en alles eromheen, dikker Allah azza wa jal. Weet je wat? Hij geeft aan, subhanallah is een plant, is een boom wat je kunt planten. Zeg jij subhanallah, hoe vaak zeg je dat? Elke keer dat jij subhanallah zegt, plant je daarmee en verrijk jij eigenlijk mee jouw uitzicht dadelijk in het paradijs. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Alle woorden die jij kent, alle woorden die jij regelmatig uitspreekt. En voor sommigen misschien de eerste keer uitspreken, maar beseffende, vanaf nu dat jij daarmee eigenlijk constant eigenlijk een vruchtbare grond in het paradijs bent aan het voorzien. Eigenlijk van dadelijk als je daar aankomt een prachtig uitzicht, een mooi groen, mooie palmbomen enzovoort. Met iets heel, heel, heel makkelijks. Iets waarvan je niet nodig hebt om te zeggen van ja maar wacht even, ik ben nog nieuw. Ja wacht even, ik ben nog niet geleerd. Wacht even, ja maar ik ken nog geen Arabisch. Wacht even, ja maar ik... Nee. Allah azza wa jalla geeft jou aan mij juist. Jou en mij juist deze aanbiddingsvormen die iedereen van ons kan. Op de straat kan je die doen, op de hoek van de straat, om de auto, in de wachtruimte, op het werk, in de keuken, achter de machine, waar dan ook, achter het stuur. Dit is een aanbiddingsvorm, de aanbiddingsvorm die wij het hardst nodig hebben. Omdat jij en ik tekortschieten in salaat, in zakat, in qiyam al-layl, in de Koran kennen van kaf tot kaf, in allerlei andere grote daden, geeft Allah azza wa jalla jou en mij juist deze mogelijkheid en zegt hij, maar ook jij kan een prachtig paleis hebben in het paradijs. Ook jij kan stijgen in de ladder bij Allah azza wa jalla. Luister wat Allah azza wa jalla zegt over zij die veelvuldig Allah azza wa jalla gedenken. Hoe hij ze omschrijft. In fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. In Allah azza wa jalla zegt: "Inna fi khalqi as-samawati wal ard." In de schepping om jou heen, de schepping van de hemelen en de aarde en de rivieren. De aarde, de nacht en de dag. Wat zit daar allemaal in? Wat kun je er allemaal uithalen? Dan kun je allerlei tekenen uithalen. Maar wat voor tekenen? Wie kan er die tekenen uithalen? Wie kan de lering uithalen? Wie kan de iman uithalen? Wie kan daardoor zich herstellen eigenlijk van zijn fout en zijn zonde? Door alleen maar eigenlijk de schepsel, de schepping van Allah om zich heen te overpeinzen en erover na te denken van subhanallah, kijk hoe klein ik ben. Subhanallah, kijk hoe afhankelijk ik ben. Subhanallah, kijk hoe groot en almachtig Allah azza wa jalla is. Wie haalt hier lering uit? En red die Uli al-Bab voor zij die voor hun verstand gebruiken. Maar wie zijn diegenen die hun verstand gebruiken? De uitleg komt direct in de ayah, namelijk Allah azza wa jalla zegt, die Uli al-Bab, wie zijn het? Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda, wa ala junubihim. Weet je wie die Uli al-Bab, zijn? Weet je wie die verstandigen zijn? Die Allah azza wa jalla gedenken, staand, zittend, liggend, op allerlei manieren hoor je ze altijd zeggen, verschillende manieren. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. In zichzelf misschien.
Mompelend. Kijk maar naar de generatie, naar onze ouders en naar onze opa's of wat dan ook. Pijnlijk kennis, misschien ongeletterd, misschien dingen. Maar subhanallah, als zij zitten, is nee. Als zij ziek zijn, Allah, alhamdulillah. En kijk naar onze generatie, wat eruit komt als wij pijn hebben, ziek zijn of wat dan ook. F-woorden, S-woorden, piep, piep. Je kunt alles wegpiepen op een gegeven moment. Waarom? Het hart zit daar niet mee gevuld. Terwijl deze mensen eigenlijk met hier iets heel weinigs gebruik maken om hoger en dichter bij Allah Azza wa Jalla te komen. En daarom deze mensen dan ook begunstigd worden met vaak een goed einde, een mooi einde of einde met la ilaha illallah als hun laatste woorden. Met inderdaad gedenken met de dikke als hun laatste woorden. Met Koran zelfs als laatste woorden. Waarom? Waar het hart vol van zit, daar loopt de mond van over. Dat hart zit daarmee vol met die kleine woorden of die wat voor jou zijn, kleine woorden zijn. Maar daarmee zie je dat Allah Azza wa Jal hun begunstigt. Dikr Allah, geliefde broeders en zus. Dikr Allah, zoals Ibn Abbas zegt, kullu al-ibadat qayyadaha Allah bi'adadin aw kayfiyatin aw waqt illa dikr Allah. Ibn Abbas geeft aan dat Allah Azza wa Jal alle vormen van aanbidding heeft vastgelegd of vastgezet eigenlijk in hoe je het moet verrichten en op welke manier je moet verrichten en op sommige tijden. Ja? Hoe je moet verrichten. Of de salah. Je kunt niet zeggen, ik wil salat morgen wil ik 7 rak'ah uit doen in plaats van 3. Salat door doe ik vandaag 3 in plaats van 4. Daar zitten bepaalde limieten. Klaar. Ook al zou jij zeggen, luister, vandaag voel ik mijn iman goed. In plaats van isha 4, ga ik er 12 rak'ah uit doen. Hoe hoog jouw iman ook is, telt niet. Allah heeft gezegd, al isha, 4 rak'ah uit, 4 rak'ah uit. Dat je daarna andere aanbidden, andere nawafil doet, dat is voor jou. Maar subhanallah, behalve bij dikr Allah, laat Allah Azza wa Jal het open, inderdaad in limiet of inderdaad op de wijze waarop. En geeft aan, als hij de moslims, als hij de mu'minin aanspreekt, de gelovigen aanspreekt. Ja, ayyuhalladhina amanu dhkurullah. O jullie die geloven, gedenk Allah. En dan, maar hoe? Hoe vaak? Wat is het limiet? De limiet, ja Allah. Ja, ayyuhalladhina amanu dhkurullah kathira. Veelvuldig, onbegrensd. Ik zet daar geen limiet op. Hoe vaak jij kunt, hoe beter het voor jou is. Hoe vaker jij kunt, hoe hoger jij daarmee in rang rijdt. Hoe vaker jij kunt, hoe meer seyyi'at en zondes van jou afvallen. Vind jij dat jij veel zondes hebt? Gedenk Allah. Vind jij dat je tekort schiet? Gedenk. Vind je dat je veel hebt? Gedenk Allah Azza wa Jalla. In alle opzichten zit daar geen grens op. Sterker nog, als dit een aanbiddingsvorm is, die zelfs de mensen tegen in het strijdveld, de sahaba op een gegeven moment dus tegenover de vijand staan, tegenover Quraysh staan of tegenover de vijanden van Allah die hun weg willen vegen. En dan denk je van luister, een strijdveld, dan is het laatste eigenlijk waar ik nu hoef aan te denken, is misschien even Allah te gedenken of iets dergelijks. Ik moet nu even scherp blijven. En dat Allah Azza wa Jal eigenlijk de metgezellen en de mu'minin en jou en mij vandaag de dag eigenlijk een wapen meegeeft wat jouw moed inspreekt. Wat zorgt dat jouw moed, dat jouw adrenaline en je zelfvertrouwen omhoog gaat, dat jij zelfs in moeilijke situaties dit advies krijgt. Luister wat Allah Azza wa Jal zegt. Ja, ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu. Als jullie tegenover een vijand, of vertaal het maar naar vandaag, tegenover een moeilijke situatie, tegenover een crisis komen te staan, tegenover een complot komen te staan, tegenover een negatieve media komen te staan, tegenover een slechte baas komen te staan, vul het maar voor jezelf in. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Allah zegt jou wat je precies moet doen. Wees eerst standvastig. Blijf vaststaan en dan? Ren niet weg, dan? Zak niet door je knie, dan? Zoek je hulp bij Allah, laat je op, maar doe hoe? Allah Azza wa Jalla geeft aan. Fatbutu wa dhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Fatbutu wa dhkurullaha katiran. Het enige wat je dan hoeft te doen, in een moeilijke situatie, tegenover wie dan ook, één persoon of een instelling of een leger of een land of wat dan ook, blijf standvastig en vraag je hulp bij Allah. Gedenk Allah, astaghfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya Rabbi. Ja, en doe dua.
wat veel dus een vorm is van de, van dikker. Istighfar, wat een vorm is van dikker. Tasbih, wat een vorm is van dikker. Tahlil, la ilaha illallah, wat een vorm is van dikker. Takbir, Allahu akbar, wat een vorm is van dikker. Waarom? Allah garandeert jou, la'allakum tuflihun. Jij zult dan slagen, je zult dan door die beproeving heen komen. Jij zult dan niet door je knieën zakken. Jij zult dan niet opgeven. Geliefde broeder en zuster, Allah azza wa jal geeft ons een aanbiddingsvorm die wij, zeker vandaag de dag waarin wij kampen met tekort aan energie en dat we vermoeid zijn en dat we dus inderdaad pretenderen te druk hebben en dingen niet afkrijgen of zoiets, Allah geeft jou deze aanbiddingsvorm en zegt, deze, daar kun je je energie mee opladen. Moet je eens voorstellen dat Fatima, de dochter van hem, de dochter van de beste der mensen, de beste der schepselen, zich beklaagt eigenlijk bij haar man, of beklaagt in die zin, Ali, haar man, tegen haar man zegt, luister, ga inderdaad, vraag aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vraag aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam één werker. Ja? Die ons meehelpt met het huishouden of een werkster of wat dan ook, die ons helpt. Want ik kan het niet meer eigenlijk, ik heb het best wel zwaar. Ali ibn Abi Talib en Fatima die vragen, die stellen deze vraag dan aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ze gaat eerst bij hem langs, ze vinden hem niet. Daarna komt hij zelfs, als hij s'avonds thuis is en hij hoort zijn dochter is zelfs bij hem geweest, denkt hij van oké, dit moet dan iets belangrijks zijn, laat ik zelf naar haar toe gaan. En staat weer op, want dat was zijn oogappel, en loopt op naar huis, naar het huis van Fatima. Hij komt bij hen aan, bij Ali en Fatima, en zegt luister en hoort hun verhaal aan. Ja luister, we hebben eigenlijk iemand, een werkster nodig, we kunnen niet meer aan, we krijgen geen energie meer, het wordt ons te veel. En je hebt er toch verschillende mogelijkheden, zijn er alhamdulillah nu, dat we dat kunnen permitteren. Schenk ons ook eentje eigenlijk, zo'n werkster. En dan zegt Mohammed zelfs, ik kan jullie dan 1-10 schenken, geen probleem eigenlijk. Ja? Maar zal ik jullie iets geven, wat nog veel beter voor jullie is dan een werkster? En dan zijn hun oren natuurlijk gesplitst. Wat is het dan, datgene wat eigenlijk nu die plaats vervangt? En dan zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, als jullie s'avonds eigenlijk op jullie bed gaan liggen en je de nacht in wilt gaan om de volgende dag fit op te staan, laat geen nacht voorbij gaan voordat jij, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, elk 33 keer zegt. Subhanallah 33 keer, alhamdulillah 33 keer, Allahu akbar 33 keer en dan afsluit met la ilaha illallah. Eigenlijk wat jij en ik doen na ons gebed. Maar dat dan specifiek in de nacht. Dus eigenlijk op bed. Als jij dadelijk op bed gaat liggen en je gaat inderdaad de soa lezen die je normaal leest, de mu'awwidatayn, ayat al-kursi, om bescherming tegen allerlei nachtmerries, tegen de regime, tegen allerlei zaken. Ja, doe er dit dan bij. Doe er dit dan bij, dat ik kan jou garanderen als dit, want dit is niet iets wat ik jou garandeer. Dit is iets wat het beste advies, wat de beste der schepselen, zijn dochter en zijn schoonzoon, zijn geliefde meegaf. Dat is ook beter voor jou dan een weerse of wat dan ook. Dit maakt, geeft jou namelijk energie, dit geeft jou kracht, dit geeft jou een soort van nieuwe boost, dat je dus de dag doorheen komt helemaal fit. Vandaag de dag geloven wij nog eerder dat een bepaalde drankje je vleugels geeft, maar niet in de dikker dat die jou vleugels kan geven. Als Mohammed sallallahu alaihi wasallam jou de garantie geeft, hier, dit geeft jou vleugels, ik hoop dat we er dan net zoveel mee omgaan zoals wij met een bepaalde drankje doen. Geliefde broeder en zuster, dikr Allah is namelijk datgene wat aantoont of jij leeft of al gestorven bent. Jij leeft of al gestorven bent. Ja, Allah Azza wa Jal, die geeft jou deze aanbiddingsvorm die namelijk zo makkelijk is, zo eenvoudig is, weinig energie kost, ja, en dan eigenlijk aan jou vraagt, ben je dan in staat om dit dan wel te doen? Je hoeft niet te reizen, je hoeft geen geld te geven, je hoeft niet helemaal er wakker voor te worden of wat dan ook. Hier heb je iets, laat eens blijken of jij nu überhaupt nog leeft of al gestorven bent. Ja, misschien loop je tussen ons, maar hoeveel op deze wereld lopen, maar zijn al lang gestorven. De enige dag die waar we op wachten is namelijk de dag dat ze moeten begraven moeten worden. Maar ze zijn al gestorven. Je hebt het verschil tussen dood, je kan gewoon rondlopen. Ja, Walking Dead, vandaag de dag wordt dat zelfs is dat iets heel bekend. Hoeveel tussen ons zijn al lang gestorven? Ambities zijn gestorven. Voor dingen,
projecten zijn gestorven, kracht is gestorven, een doel is gestorven, alles in hen is gestorven, meerwaarde is in hen gestorven. Ze lopen en zijn meer een last voor de aarde dan eigenlijk een gunst voor de oma of voor de... Die zijn er velen. Laat je maar niet. Wees niet zo persoonlijk, geliefde broer en zuster. Toon aan dat jij leeft en weet je wat een graadmeter is? Luister goed wat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aangeeft. مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ Degene, het verschil tussen degene, eigenlijk die Allah gedenkt, die wel zijn tong vochtig houdt en meer dikker uitkomt of meer gedenk of aanbidding of dua uitkomt of Koran uitkomt of goede woorden uitkomen dan eigenlijk gescheld en geklaag en roddel en laster. Ja, diegene die zijn hart en tong vochtig houdt met dikker, met hem, al-hay wal-mayyit, staat gelijk als diegene die leeft en diegene die dat dus niet doet, mayyit, dood. Ja? Alleen de dag waar hij op een begraven moet worden, dat is de dag van zijn genezen. Geliefde broeders en zusters, Allah Azza wa Jalla geeft jou aan. Zolang jij mij gedenkt, ben ik met jou. Ana ma'a abdi ma dhakarin wa taharrakat bi shafatay. Zolang jij een persoon bent die Allah gedenkt, die dikker doet, die istighfar doet, die heel simpel astaghfirullah, dat kun je toch zeggen? Dat is eigenlijk dat je zegt, vergeef mij Allah. Ik heb weer iets in jezelf inzicht. Als jij dit kan opbrengen, zolang jij dit doet, ben je een persoon die al wiens, waar Allah aan zijn zijde staat. En niet alleen maar dus eigenlijk Allah vergeet, nooit benoemd, nooit eigenlijk je tong eigenlijk mee vochtig maakt, totdat je dadelijk in een hoek komt of in een situatie komt waarin je zelfs gaat bellen, hey, wat moet ik nou zeggen eigenlijk in deze situatie? Schrijf mij alsjeblieft iets op wat ik nu tegen Allah moet zeggen. Wees niet zo'n persoon, geliefde broeders. Jij weet zelf, als iemand jou nooit belt, nooit met jou spreekt, nooit afvraagt en eens in jou belt een keer, vraag jij je als mens ook af, huh? Nooit vraag je naar mij, nooit ben je ingedrukt, nooit heb je een gesprek met mij, nu bel je mij op en je stuurt mij 100 euro. Kievers, hoe? Hoe bedoel je? Moeilijk te accepteren. Allah Azza wa Jalla, walillahi al-mathal al-a'la, is verheven natuurlijk en is barmhartiger dan wij, dat absoluut. Maar moet je eens voorstellen dat wij wel op die manier zo met elkaar omgaan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Ala nabiyyina al-karim. Amma ba'd, brothers and sisters. Allah Azza wa Jalla, die met jou is. Allah Azza wa Jalla, die dat hart wat van jou op dit moment misschien onrustig is, doorzoekende is, gefrustreerd is, misschien zelfs angstig is, tegen jou zegt, luister hiermee. Wees dan de persoon die dit gebruikt en dat hart vindt weer rust. Dat hart zal weer teruggaan naar de ritme die het inderdaad nodig heeft. De angst zal eruit verdwijnen. De dikker brengt het terug, al brengt het terug. Allah Azza wa Jalla die aangeeft, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Zij die geloven. En dan heeft hij dus over jou en mij. وتطمئن قلوبهم. En hun harten die komen daarmee tot rust. Met wat? بذكر الله. En dan is dit eigenlijk al gezegd, maar om te bevestigen hoe belangrijk dit is, bevestigt Allah Azza wa Jalla, wordt dat nog een keer herhaald. Dit is eigenlijk al voldoende. De boodschap is nu duidelijk. Geloof. En daarmee breng je je hart tot rust. Met wat eigenlijk? Met het beste daarin te kunnen doen. Met de dikkere Allah brengt jou tot rust. Maar dan zweet Allah Azza wa Jalla eigenlijk, of bevestigt Allah Azza wa Jalla nog een keer en zegt, Ala, voorwaar. Ala, bi dhikri Allahi tatma'innu al-qulub. Voorwaar. Want enkel en alleen met het gedenken van Allah, met het pad van Allah, met het de relatie hebben met Allah Azza wa Jalla, vinden de harten rust. Zal die angst ervoor, ook de huidige situatie, het huidige klimaat, je vindt daar een bepaalde rust. Niks brengt jou eigenlijk meer van jouw weg af of van jouw pad af. Niks zal jou meer hopeloos maken zoals anderen hopeloos worden en denken dat er maar één weg is naar het paradijs of wat dan ook. Nee. Het geeft jou de rust en geeft jou de mogelijkheid om te gaan met de situatie waarin jij leeft, in het land en op de waarin jij leeft. Geliefde broeders en zusters, Allah Azza wa Jalla, die moet je eens voorstellen, op een gegeven moment trots is op jou. Trots is op jou, zo trots dat hij de malaïka aanspreekt, bij elkaar verzamelt en jouw naam noemt en de naam van je vader, Fulan ibn Fulan of Fulan ibn Fulan, zij, de dochter van die, ik ben, kijk wat ze doet. Denk je van, hè?
Luister goed. Muawiyah die vertelt, radiyallahu anhu, die vertelt dat namelijk Mohammed sallallahu alayhi wa sallam op een gegeven moment op ze afkomt. Zij zitten eigenlijk een soort van kleine zitting bij elkaar, niet bij een gebed of zo, ze zitten bij elkaar. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam loopt op ze af en ze groet ze, salam alaikum, alaikum salam, wat doen jullie hier? Dan zegt hij, wij, wallahi, ja, maar, oh, boodschappen van Allah, het enige wat wij doen is eigenlijk Allah een beetje gedenken. En subhanallah, we hebben het over verhalen dat wij zo dwalend waren, dat we dankbaar zijn dat we Allah ons eigenlijk terug heeft geleid naar de islam. Kijk wat wij deden, kijk op welke weg wij waren. En we zijn eigenlijk op dit moment Allah aan het gedenken en daar dankbaar voor te zijn. Mohammed Sassam kijkt ze verbaasd aan en zegt, is dat het enige waar jullie mee bezig zijn? Weet je het zeker? Muawiyah, die weet eigenlijk niet hoe die moet reageren. Hij denkt van, wow, die vraag die komt nu dubbel. En hij zweert, wallah, op boodschap van Allah, ik zweer dat niks eigenlijk ons hier bij elkaar. We zijn hier niet in het roddelen, het lasteren, we zijn niet onder het gegeven. We zijn echt, we hebben hier, we zitten erover na te denken, Allah, dat wij eigenlijk geleid zijn. We zijn bezig met dikr Allah. Met dikr Allah. En dan zegt hij, Mohammed sallallahu alaihi wasallam. أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم. والله ik heb jullie niet eigenlijk deze dubbele vraag heb ik niet gesteld omdat ik jullie niet geloof dat je per se Allah moet zeggen of zo. Nee nee, maar uit verbazing. Wat, waarom die verbazing? Hij zegt want zo net is Jibril naar mij neergedaald. Allah heeft Jibril gestuurd. Jibril is speciaal naar mij toegekomen. Die heeft mij gezegd, zie je dat groepje daar die daar zit? Allah is nu boven zeven hemelen hun voor de malaïka aan het prijzen. Allahu Akbar. En ik vroeg me af, hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen? Wat doen ze daar? Waar hebben ze het over? Wat is er zo belangrijk dat Allah nu boven zeven hemelen malaïka verzamelt en vol lof praat over deze groep? Wat trots is op deze groep? Dus ik wilde het graag weten en daarom kwam ik op jullie aflopen. Maar dat is het wat jullie eigenlijk zo naar een positie heeft verheven. Dat Allah boven zeven hemelen jouw naam noemt, jouw naam noemt en jouw naam noemt. Dus subhanallah, geliefde broeder en zuster. Wil jij niet behoren tot de personen die Allah azawajal boven de zeven hemelen zeggen, mijn eigen komst, kijk eens daar, die ene daar in die wachtruimte bij de acht, die ene daar in die metro, ja, Fulana bintu Fulana, die ene daar inderdaad in de, op school, die ene achter het stuur, die ene als buschauffeur, die ene op zijn praktijk, die ene in haar keuken die bezig is met de kinderen of wat dan ook, zie je die? Ja, ik ben trots op haar. Wens je dit niet? Het enige wat je daarvoor hoeft te doen. Dikr Allah, gedenken van Allah, stifa, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. En dat soort woorden eigenlijk je tong daarmee vochtig te houden. Geliefde broeders en zusters, het laatste wat ik eigenlijk, en ik heb zoveel zaken wat ik nog natuurlijk met je kan delen daarover. Maar Allah Azza wa Jal, die roept jou. Allah Azza wa Jal, die spreekt jou aan. Hij herinnert jou en hij nodigt jou uit. Jij, heb jij zorgen? Kom, gedenk Allah. Heb jij angst? Gedenk Allah. Heb jij twijfel? Gedenk Allah. Heb je pijn? Gedenk Allah. Heb je de hoop opgegeven? Gedenk Allah. Eén voorwaarde namelijk, en Hij is bij jou. En Hij zegt namelijk, één stap van jou heb ik nodig. Eén voorwaarde. Ik heb maar één stap nodig. Eén stap, één actie, en ik heb de oplossing voor jou. Udhkuruni adhkurkum. Gedenk mij, en ik ben bij je. Ik los het voor jou op. En ik zal bij je zijn. Dus in deze kleine zin zit wel een voorwaarde. Daar staat niet gelijk uit Korkum, ik zal bij je zijn. Ik vraag van jou iets. Eén stap vraag ik van jou en ik los al jouw problemen op. Eén stap van jou, ja, uit Korkum is een voorwaarde. Voldoe jij aan die voorwaarde? Wil jij aan die voorwaarde voldoen? Jij die de hoop heeft, die angst heeft, die zorgen heeft, die dus of de hoop al heeft opgegeven, die bepaalde zorgen heeft, die schulden heeft, die weet ik veel wat heeft, ziektes heeft, die naast familieleden of wat dan ook wat. Gedenk mij, het koroni, het korkom en ik zal bij je zijn. Lieve broeders en zusters, mogen Allah Azza wa Jalla ons laten horen tot zij die Allah gedenkt. Tot zij die Allah Azza wa Jalla gedenkt, veelvuldig gedenken. Tot zij die Allah Azza wa Jalla veelvuldig gedenken, want dat is het verschil tussen zij die alleen maar gedenken en veelvuldig gedenken, is dat ook de munafiqeen die Allah gedenken. Maar het verschil eigenlijk wat hun eigenlijk van de anderen onderscheiden was namelijk de mu'mineen, die waren de personen die Allah veelvuldig deden gedenken. Dus daarom vraag ik altijd specifiek, ja Rab, laat mij behoren tot zij die u veelvuldig gedenken. Mogen Allah Azza wa Jalla ons daar laten behoren tot die groep. Mogen Allah Azza wa Jalla ons laten leven op leiden, Heer Allah. Laten sterven op leiden, Heer Allah. Mogen Allah Azza wa Jalla ons leiden en een sebab laten zijn voor de leiding van anderen. Mogen Allah Azza wa Jalla onze zieken genezen.
Mogen Allah Azza wa Jal onze ouders de hoogste rang van het paradijs geven. Mogen Allah Azza wa Jal al onze geliefden, ons en al onze geliefden leiden naar zijn pad. Mogen Allah Azza wa Jal ons een zelf laten zijn voor hun leiding. Mogen Allah Azza wa Jal al onze zonden vergeven. En mogen Allah Azza wa Jal onze tekortkomingen bedekken. En ons geliefd maken bij hem. Mogen Allah Azza wa Jal ons laten terugkeren naar Allah voor onze dood. De shahada uitspreken tijdens onze dood. En het verdaus al-a'la doen binnentreden na onze dood. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.